Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Fiend seizoen 3. Oh, wat spannend weer! We staan hier vandaag bij onze kraken die wij in de vorige aflevering gebouwd hebben. Of als zou ik zeggen, die de vorige aflevering is verschenen bij meneer KB, zijn spookachtige spookhuis. We hebben deze kraken gebouwd om meneer KB te pranken, maar uiteindelijk wil ik gaan besluiten om meneer KB een opdrachtje te geven. En dan kunnen we hem belonen met een oh zo prachtige cowboyhoed. En dat gaat echt heel spannend worden met de cowboyhoed. Maar daarvoor moeten we natuurlijk het interieur van het beest nog maken. Of het interieur, de binnenkant, zijn organen, weet ik wat allemaal. Eigenlijk gewoon nog het lichaampje ervan. We hebben hier alleen nog maar de tentakels. Maar het hoofd en zo moet hier allemaal nog onderkomen. Dat gaan we deze aflevering doen. Daarvoor heb ik al alle spulletjes zoals gewoonlijk, jongens, hier klaarstaan. Dat heb ik allemaal al verzameld. En dit hier hebben we nog heel veel van over zelfs. Hier ligt ook allemaal troep wat ik niet nodig ga hebben op het moment. Maar dit hebben we allemaal nodig. Zoals ik al zie, veel netherrack. Want ik wil de binnenkant natuurlijk een beetje bloederig. Ik wil het rood. Een lichaam, maakt niet uit wat het is, is altijd bijna wel rood van binnen, weet je. Hetzelfde met botten en weet ik wat allemaal, gekke dingetjes. En ik, in principe gaat het niet heel bijzonder zijn. Dit gaat het meeste werk zijn. Het lichaam aan de binnenkant is denk ik niet zoveel werk, maar de buitenkant met ogen en het hoofd, het is allemaal onder water, weet je. Dus dat gaat veel gezeik zijn. Maar voordat ik dat wil gaan doen, jongens, zijn er een paar dingetjes die ik eerst wil doen. Zoals mijn netherite boots en mijn helm, die zijn allebei bijna stuk. Dus laten wij even op Benny de beruchte piratenbaas stappen. Die eventjes hier neerzetten. Dan gaan wij onze netherportal in. Moeten wij een heel eind deze kant oplopen? Dat gaat nog best wel, best wel een stukje duur, valt wel mee. Nee! Oké, we gaan snel zijn, jongens. Snel zijn. Ik wil zeggen hallo, lieve beestjes daar beneden. Maar dat beest hier was het niet mee eens, die gast. En ik ga niet op de brug, ga ik vechten met... Nou, ik kan het riskeren. Hallo? Hallo, lieve gast. Jij bent niet boos op mij, toch? Wij zijn altijd goede vriendjes geweest. Oh, niet dan. En kijk, daar is de portal, jongens. Springen wij de ent in hier, dan lopen wij deze kant. Oh, mijn, deze is helemaal aangepast hier. Oké, het is dus blijkbaar iets veiliger gemaakt, het pad. Want in de vorige aflevering, jongens, hebben we hier een Enderman farm gebouwd. Puur, zodat we heel snel heel veel XP kunnen krijgen en heel snel onze tools kunnen repareren. Waaronder dus ook de boots en de helmet. En dan gaan we gelijk ook even mijn pickaxe en dinges upgraden. Oh my, deze, kijk dit nou. Je kan ze gelukkig in één keer doodslaan met het item dat je wilt. Hoppakee, daar gaan ze, jongens. Op deze manier gaan mijn schoenen waar geen mending op zit en mijn helm waar ook geen mending op zit. Oftewel, ik weer helemaal voor niks heen gelopen. Wat zonder mending, jongens. Heb ik dat in mijn ene chest zitten? Nee, ik moet heen en weer. Zonder zonder mending heb je er dus niks aan. Want dan XP refereert alleen als je mending op iets hebt staan. Oh my days, oké. Nou, laten we dan... Waarom al dat water daar? Oh mijn god. Laten we dan maar nog een keer heen en weer lopen. Goed, jongens, daar zijn we weer. Het heeft ongeveer 10 minuutjes gekost. Ik heb niet alleen maar mending gehaald, maar ik heb ook gelijk Unbreaking 3. Weet ik eigenlijk niet waarom, maar Aqua Infinite Affinity... Respiration, Soul Speed. Volgens mij heb ik die en deze twee nodig. Deze twee heb ik volgens mij niet meer nodig. Maar ik dacht, ik haal gelijk ook even alle andere boekjes op die ik nog wil enchanten op mijn spulletjes. Want dan blijven we hier gewoon heel even hangen. Voor jullie duurt het niet zo lang, geen zorgen. Maar dan ga ik heel even gelijk alle enchants die ik ooit wilde hebben op mijn spulletjes zetten. En dan repareren we het gelijk. Kijk, dan komen de Endermen al ready om dood te gaan. Even denken hoor. Die button halen we weg. Dan plaatsen we deze zo. Dan gaat het kosten... Mending hierop kost 9. Dus laten we eerst even deze mannen hier gewoon vermoorden. Dat we even levels krijgen. Daar komen ze allemaal. Oh, wat gezellig, jongens, dat jullie dood voor mij willen. Kijk, dan kunnen we namelijk mending hierop zetten op mijn dingen. Hoppakee. Op de helm mending zetten gaat kosten ook 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan zetten wij op dit. Zetten wij ook zo. Doen we hem aan. Gaan we slaan met de shovel. En dan gaan we alles even repareren. Goed, en jongens, zoals je kan zien is al mijn armor helemaal gerepareerd. Mijn shovel bijna en netherite pickaxe ook bijna. Dan wil ik deze enchanten zo meteen nog opzetten. En dit is trouwens de pickaxe van Joris, maar die had ik even nodig. Die moet ik eigenlijk nog even teruggeven. Die heb ik geleend. Zo, mijn shovel is ook helemaal gerepareerd. Nu alleen de pickaxe nog. Zo, de pickaxe is ook helemaal gerepareerd. Dan nu even die leveltjes erbij voor die laatste enchant. Het gaat oprecht heel snel, jongens, de hele tijd dit. Al moet ik zeggen, ik had verwacht dat deze Enderman farm wel beter zou werken. Hij is volgens mij niet helemaal goed gegaan met het bouwen of zo. Want het duurt af en toe even voordat de Endermans naar beneden vallen. En voor mijn gevoel hoort dit consistent te vallen. Maar dat gebeurt niet. En ze spannen ook nog eens op de brug hier. Ben je boos?
Oh, jullie zijn boos. Zo, we hebben 21 levels. Dan kunnen we die soul speed hier opgooien, volgens mij. 23, huh? Oh, deze kost 21 op de helm. Dan doe eerst de helm wel. Dan moeten we weer opnieuw gaan slaan. Zo, 23 levels. Dan soul speed doen we erop. Hoppakee, jongens. En dan ben ik eindelijk een keertje helemaal klaar met die poep en chance. Ik heb daar nooit zin in om te doen. Maar nu hebben we het een keer gedaan. Dit doen we even hierin. Dan geef ik dat binnenkort terug. Die button, ik hoop dat ik niet geslagen word. Die kan ik weggooien zo. Nou, dan zijn we helemaal klaar. Doei, Enemens. Oké, dan ga ik nu rennen. Oh, nee, maar ik heb er eentje aangekeken. Wacht even. Oh, en deze ook. Is het veilig om te gaan? Ik ga gewoon... ik hoop dat ik er geen eentje heb aangekeken. Volgens mij is het veilig. Gooi even de enderpuls. Zijn we ook nog twee keer zo snel. Poing. Wat heerlijk dat mijn armor nu gewoon een keer goed geënchant is. Mending. Mijn tools zijn helemaal gerepareerd. Dan kunnen we gewoon zonder zorgen zo meteen lekker doorbouwen. Ah, daar zijn we weer, jongens, in mijn prachtige basis. Alleen blijven we er niet heel lang. We gaan namelijk gelijk weer op Benny stappen hier en door naar de kraken. Want we willen natuurlijk deze aflevering wel de hoed van meneer KB eindelijk een keertje ready maken, zodat hij een cowboyhoed op kan doen. Want hij is een cowboy, beweert hij, maar hij heeft helemaal geen cowboyhoed. Wat voor cowboy ben je dan? Alleen ja, ik ben een kapitein zonder kapiteinshoed, dus wat voor kapitein ben ik? Maar dat is niet belangrijk, jongens. Dat is helemaal niet belangrijk, weet je. We geven meneer KB een cowboyhoed en dan misschien geeft hij ons wel ooit een keertje een piratenhoed, weet je. Je weet maar nooit. Goed, jongens, daar zijn we bij meneer de Kraken aangekomen. Alleen meneer de Kraken is natuurlijk een paar tentakels en een mondje. We moeten het lichaam er nog aanbouwen. Dus laten wij de spulletjes hier bij elkaar halen. En beginnen met de prachtige timelapse waarin we deze kraken afbouwen en de hoed van meneer KB erin verstoppen. Jongens, dan zijn we weer na een prachtige timelapse. En zoals je hier kan zien is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Dat zit allemaal onder water. Ik heb hier een boekenquill vast neergezet. Maar laten we eerst even laten zien wat ik gebouwd heb. Jullie hebben het soort van in de timelapse gezien. Ik weet niet hoe goed je het allemaal kon zien. Aangezien het allemaal onder water was. Maar gelukkig... Ik doe even nog mijn helm op. Gelukkig hadden wij veel potions met water breathing. Dus het was eigenlijk best wel makkelijk om te bouwen. Ik had verwacht dat het veel... Maar ook echt veel meer werk zou kosten. Maar zoals je kan zien, jongens, is de kraken, het zeemonster, is echt af nu. Hij is helemaal ready voor meneer KB. Hij heeft zelfs een interieur en al. Het enige is, daar wil ik niet te veel van laten zien. Want dat moeten jullie natuurlijk bij meneer KB zien. Kijk, de bedoeling is dat meneer KB hier aankomt. Dit boekje gaat lezen. Het enige wat ik kan laten zien is kapitein Knalder presenteert Billy en het zeemonster. Het zijn 15 volle pagina's. Maar wil je nou weten waar dit over gaat? Dan moet je zeker bij meneer KB kijken. Dan zal vervolgens meneer KB naar binnen gaan. Het zeemonster in. Zoals je hier kan zien zijn de tanden en het vlees van het monster is helemaal open en bloot. Dus zal die hier naar binnen moeten gaan. Zoals dit. En dan het enige wat ik eigenlijk even wil laten zien. Je hebt het soort van al in de timelapse kunnen zien. Maar is dat ding daar. Een boek en quill. En... Jongens, komt-ie. Een prachtige cowboyhoed voor meneer KB. Maar meer dan dit krijgen jullie niet te zien. Dat zien jullie namelijk bij meneer KB zelf. Goed, dus helaas ga ik ook niet meer laten zien aan jullie. Dit heeft me echt heel veel werk gekost om uiteindelijk allemaal zo neer te zetten. En voor mijn eigen video is het eigenlijk... Ja, niet heel bijzonder, want jullie gaan het niet bij mij zien. Maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk, jongens. Ik ben wel heel blij met het resultaat. We hebben hier een kleine inktvis zoals dit. En dan hebben we hier een hele grote inktvis zoals dit. Ik moest het landschap eromheen moest ik ook nog helemaal aanpassen. Het was namelijk veel te ondiep hiervoor. Dus ik heb het eigenlijk een stukje dieper moeten maken dan dat het daadwerkelijk was. Nou, ik ben benieuwd wat meneer KB ervan gaat vinden. En daarover gesproken, jongens. Hij is op het moment niet online. Maar nieuws verspreidt zich natuurlijk behoorlijk snel in
het continent van Contentveen. En ik heb gehoord dat hij een prachtig mooi station heeft gebouwd. En daar wil ik heel even langs gaan. Even kijken. Kijk, we zijn hier in het Wilde Westen aangekomen. We hebben daar zijn Cowboystraat. Hij heeft hier blijkbaar wat goud neergezet. Dit vind ik wel heel leuk om eigenlijk... goud, jongens. Zou een cowboy nou echt goud nodig? Ik bedoel, ik ben piraat. Je zou toch zeggen dat ik veel meer de goud nodig heb dan hij? En er zit ook echt een kist bij. Wat is dit? Waar gaat het over? Wooden pickaxe. Wooden pickaxe en een wooden pick... Ik wil dit hakken. Het is alsof hij dit neer heeft gezet voor mij om te hakken. Of niet? Zou... Kan... Ja, ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik dit zou hakken. Maar ik wil het heel graag hakken. Ik wil het heel graag hakken. Weet je, we hakken er stiekem een paar. Met de houten pickaxes van hem. Gewoon zonder dat hij het door heeft, jongens. Als er maar een hout, dan krijg je toch niks met een houten pickaxe? Of wel? Nee. Dan krijg je niks. Waar? Hè? Oh, nu is er een van de pickaxes stuk. Oh, jee. Oh, jee. Ik denk niet dat de bedoeling is dat ik dit ga hakken. Maar het ligt er zo om te hakken. Ik kan het gewoon bijna niet weerstaan, jongens. Hier, die onderste paar blokken, die gaat hij toch niet... Dat gaat hij niet eens merken, jongens, als dat verdwenen is, dat goud hier. Dat merkt hij toch niet. Kijk, jongens, dit is nooit gebeurd. En dan doen we even zo... Hoppakee, kijk, het is nooit gebeurd dit, weet je. Ik ben hier nooit geweest. Ik heb nooit hout gehakt. Of goud gehakt hier. Maar goed, daar kwam ik niet voor. Benny, waar ben je? Oh, god, Benny is weggelopen. Oh, daar ben je, Benny. Daar ben je. Kijk, jongens, dat gebouw daar is nieuw. En ik gok dat er ook al een pad naartoe is. Even kijken. Ja, hier zo. Hoppakee. Met lama's in bootjes. Dat is interessant. En dan hebben we hier nu, jongens, een groot treinstation. Wacht, dan moet ik wel mijn paard ergens kwijt kunnen, vind ik. Ik doe het even hier. Oh, oké. Dit vind ik leuk, jongens. Dit ziet er leuk uit. Met een soort... Hier kan je tickets kopen en zo. En als het goed is... Kijk, daar is het spoor. En dat gaat helemaal daar naartoe. Alleen zo te zien is het nog niet helemaal af. Of het gaat daar de hoek om, dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat dit een behoorlijk leuk... Oh nee, het gaat wel verder. Oh jongen, dat zijn mijn render distance die dat niet konden pakken. Ik ben aan het lopen over de treinspoor, maar ik had beter gewoon volgens mij met Benny eroverheen kunnen lopen. Ik denk dat ik dan sneller was geweest. Gaan we door de mega grote tunnel. En dan kom je hier uit bij de Oliesheik zijn treinstation. Maar dan zitten we in één keer in een hele andere plek. Dan zitten we hier, in de Mesa Bayonmeer. Nah, dat is leuk toch, jongens? Tickets kan je hier halen. Nou, weet je, ik heb geen ticket nodig. Ik loop al gewoon heen en weer. Leuk gedaan, dit treinspoor. Vanaf mijn basis naar meneer KB's basis is er nu gewoon een pad. Vanaf de Sheik's basis naar meneer KB's basis is een treinspoor. Nu hoop ik dat er ook een keer een pad komt van mijn basis naar Floor en René. Maar ja... Dat heb ik als taak op het takenbord in de winkelvallei gezet. Voor mijn gevoel 3 jaar geleden hebben ze nog steeds niet gedaan. Kijk, en dan bedoel ik natuurlijk dit takenbord. En hier heb ik echt volgens mij iets van 10 afleveringen geleden... hier Rini en Floor pad maken naar basis. En dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Jongens, dit maakt me boos. Niet echt waar, maar het is wel jammer. Wally, nuttige winkel maken... Hoezo een nuttige winkel maken? Hoezo? Wally, nuttig... Ik heb nuttige winkels. Ik heb daar een boot of een bootwinkel, een houtwinkel. Ik heb een... de honingwinkel en ik verkoop hier templates. Oh, waarvan er eentje verkocht is zelfs. Ik heb gewoon 3 winkels hier staan, jongens. Hoezo nuttig? Ja, kijk, misschien vul ik mijn houtwinkel dan niet altijd even goed bij. Wacht. Er staat zelfs nu gesloten. Dat mee... Hallo? Nee, hij is niet gesloten. Open! Wie heeft dit gedaan? Wie heeft mijn winkel gesloten? Ah, misschien komt dat hij inderdaad... Nou, hij zegt... Hier, kijk, dit is broeshout. En het ookhout is ook nog helemaal vol. Wat nou niet nuttig? Ik weet niet wie dat heeft gedaan. Oh, jij mag er zo heel dichtbij. Maar dit vind ik oneerlijk. Goed, dan gaan we even 5 diamonds wil ik uitgeven in het casino. Ik kan het niet laten. Nu we hier toch zijn, weet je. Daar komt-ie. Gaan we wat winnen? Oh, ja! We hebben wat gewonnen. Oh, goud. Een boekje. Wat voor een enchant boek is het? Mending en een silk shell. Jongens, dit is waarom ik het doe. Doe het nog een keer. Oh, we winnen weer! Het is niet te geloven. Het is een soort van dezelfde reward. Maar het maakt niet uit. Ik heb mijn diamond teruggekregen. Oké, die stoppen we dan wel hier. Jongens, wat een winst maken we. Oh, weer gewonnen! Ik heb gewoon tot nu toe 3... Oh my days, dat meen je. 3 van de 3 keer heb ik gewoon gewonnen. Gaan we nog een keer? Ik kom hier gewoon met... Oh, ik kom hier gewoon met winst uit uiteindelijk. No way dat ik nog... Ah, ik wou net zeggen. Het kan niet dat ik nog een keer win. Nou, laatste keer. Dan hebben we in totaal 2 diamonds maar verloren. En best wel goede rewards, naar mijn mening. Weer gewonnen. Oh my days. Oh my days. We hebben eigenlijk maar 1 diamond betaald voor een emerald blok, een mending boekje, 5 silk shells en een blok of gold. Kabouter Casino, je bent het beste casino dat er is. Goed, jongens, we zijn weer terug bij onze basis. En ik heb in de vorige aflevering en deze aflevering natuurlijk helemaal geen progressie gemaakt aan onze basis. Ik ben veel te druk geweest met die kraken, met het zeemonster. Is natuurlijk helemaal niet erg, want dat is ook leuk af en toe tussendoor. Dus volgende aflevering wil ik
100% waarschijnlijk weer. Ik zeg 100% en daarna waarschijnlijk. Weer verder gaan met de basis. Misschien dan iets verder daarop, iets verder op daar gaan bouwen. Nog even precies kijken hoe en wat. Maar ik weet in ieder geval dat ik verder wil gaan met de basis. Ik moet ook nog al mijn spulletjes hier opruimen. Ik heb nog zoveel troep van dat bouwen met de kraken dat even opgeruimd moet worden. Maken we even wat shulkerboxen van de nieuwe shulker shells die ik had gekregen. Nogmaals, dankjewel kabouter. Casino, ik kwam even niet op de naam. Goed, jongens, en dan wilde ik jullie nu wat leuks laten zien. Als je namelijk hier mijn boot opklimt, we staan nu natuurlijk op mijn boot, kan ik vanaf hier de boom des levens zien, oftewel de winkelvallei. En als we goed deze kant op kijken, kan je vanaf hier gewoon het zeemonster zien. Want ik zie af en toe wel eens een comment dat mensen zich afvragen van hoe groot het nou eigenlijk allemaal is. En in principe zie je dat het helemaal allemaal niet heel ver van elkaar af zit, weet je. En zoals je hier kan zien, hebben we even de kaart geopend, jongens. En dan kan je zien dat hier mijn basis is. Hier zijn wij de hele tijd bezig. Dan als je het pad volgt, kom je hier bij de kraken en bij het spookhuis van KB kom je uit. En als je het pad nog iets meer volgt, hier kom je bij het Wilde Westen van meneer KB uit. Dit hier is de winkelvallei. Zoals je ziet is Rick online en die... Wat is Rick aan het doen? Zoals je kan zien woont Rick nog steeds in een inimini klein driehoekig huisje. Lekker bezig, Rick. Als we vanaf mijn basis hier beneden naar boven gaan, komen we in het noorden uit. Dan heb je daar René en Floor. Die wonen hier in een Japans-achtige... Cliffhuis. Het is wel heel mooi als je daar komt. En als je dan de oceaan zo oversteekt, kom je bij de boselfjes. En die hebben natuurlijk ook een prachtige basis. Dus ja, dan weten jullie ook een keertje een beetje hoe groot het allemaal is en hoe het eruit ziet. Dat kon je ook in principe in aflevering 1 zien toen deze serie begon. Alleen er is inmiddels natuurlijk zoveel veranderd. Zoveel gebouwd al. En we gaan nog veel meer doen, jongens. Want dan ga ik jullie gelijk een klein uitleg geven over wat mijn planning is in de toekomst met deze basis. Zoals je kan zien heb ik de hele kustlijn hier zo gedaan. En dat wil ik eigenlijk helemaal... rondom doen tot daar. En dan sluit het hier ook weer aan. Dan wil ik dit ook zo doortrekken. Helemaal tot daar ongeveer. Dan komen er nog schepen hier en daarbij. En dan wil ik uiteindelijk wil ik zeg maar zo langzaam omhoog gaan werken. Waarschijnlijk wil ik ooit daar misschien een vulkaan van maken. Van die berg daar. Echt waar. 50 afleveringen van nu gaat het er zo anders uitzien allemaal. Maar dat is voor nu niet zo heel belangrijk. Ik dacht ik wil het allemaal een keertje laten zien aan jullie. Dat is ook wel leuk. Goed, dan gaan we nu nog één dingetje bouwen, jongens. En dat is namelijk een bruggetje van mijn boot naar mijn bomenfarm. Want elke keer als ik nu heen wil, moet ik of via het schedel of achterom zo. Maar ik had die deur daar bewust gebouwd. Zodat ik hier een soort hangbrug kon bouwen. Vanaf mijn boot naar het eiland daar. Waardoor het makkelijk is om er gewoon heen te lopen. Weet je, nu moet ik er altijd heel ingewikkeld naartoe. Maar het lijkt me juist leuk als er dan, zeg maar, het verhaal is dat er dan vanuit mijn boot een hangbrug is geplaatst of uitgerold naar de overkant. En dat we daardoor altijd makkelijk naar het eiland toe kunnen. Dus laten we even naar mijn kistenkamer gaan. Huh? Sinds wanneer is dit dicht? Oh, ik doe de verkeerde open. Ik dacht al, ik schrok al. Ik snap er niks van. Pakken we even wat spulletjes die we nodig hebben. Gok ik. Ik weet niet precies wat we nodig gaan hebben. Terug naar boven. En dan kunnen we aan de slag. En ik denk dat ik het voornamelijk van sproeshout doe. Omdat dat gewoon het meest logisch is. Dus laten we even kijken hoe we dit kunnen doen. Gaan we dat laddertje aan deze kant weghalen. Even kijken. Oh, het is zo irritant om van onder te werken. Ik bouw heel even snel een kleine fundering. Hoor, dat ik er gewoon onder kan staan. En het hangbruggetje makkelijker kan maken. Zo, en dan... gaat hij hier weer omhoog. Zo, hier nog één omhoog. En hier nog één. Denk ik. Ik denk dat dit wel het meest logisch is. Want dat is hoger dan dat. Dat betekent dat hij hier een stuk steiler moet dan daar. Aangezien dat zo werkt volgens mij met een beetje zwaartekracht. Zo. Nou, mag nog wel iets meer hier zo. Oké, dit klopt wel. Wat ik nu heb gedaan. Kunnen we hem een beetje onregelmatig maken. Zo, hoppakee. Kijk, dan is hij niet heel gelijk natuurlijk. Hij moet een beetje hangen. Dan wil ik hier en daar natuurlijk wel gewoon een trapdoor ertussen plaatsen. Om het hout te variëren. Dan wil ik eigenlijk ook stairs hier en daar doen. Oh, dit is zo handig dat deze brug hier zo meteen zit, jongens. Dan kan ik gewoon zo makkelijk altijd hierheen lopen. Het gaat zo handig zijn. Alleen moet ik dan deze deur ook daadwerkelijk nog een pad daar naar beneden maken. Want dit ziet er ook niet uit van binnen. Moet er natuurlijk met fences een randje langskomen. Moet natuurlijk wel ergens aan hangen. Het kan niet zomaar een vliegend dinges zijn. Zo, aan de andere kant ook. Trapdoortje hier en daar om het te ondersteunen. Trapdoortje hier en daar erop voor de willekeurigheid ervan. Signs aan de onderkant hangen. Wederom voor de willekeurigheid. Dat het er gewoon een beetje random uitziet allemaal. Hakken we dit lelijke rode randje even weg. En dan ben ik benieuwd hoe het er nu uitziet. Het wordt wel donker. Dus ik denk dat ik ook even lanterns er nog aan moet hangen. Maar hoe ziet het simpel houten bruggetje? Oh, dat ziet er zeker prima uit al, jongens. Het lijkt zeker al op een prima hangbruggetje. Ik denk dat ik wel nog even wat lanterns eronder moet laten hangen met chains en zo. Maar dit ziet er wel realistisch uit, alsof dit daadwerkelijk gewoon uitgerold is, weet je. Dit is top. En dan kan je vanaf die kant de boot op en dan kan je zo doorlopen daarheen. Kijk, dan doen we ook nog even hier deze eraan hangen voor de... Oh, dat vliegt wel heel... Nou, boeien, dat is wel prima. Even wat lanterns hier en daar. Toing. Deze doen we wat dieper. Toing.
En tot slot een kleine toing hier. Hoppakee. Misschien wat losse fences zoals dit nog. Dat het nog iets meer hangeffect krijgt. Alsof het echt hier hangt, weet je allemaal. Met nog meer chains eraan. Zo, 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 zo. En dan tot slot. Nou, dit is wel prima. Nu ben ik benieuwd als we dit weghalen. Het ziet er... Komt-ie. Boom. Ja, dit ziet er leuk uit, jongens. Dit is een mooi hangbruggetje. 2 seconden werk, zo gedaan. Maar wel heel tevreden met het resultaat. En het is vooral chill dat we nu gewoon zo makkelijk naar de overkant toe kunnen hier. Laat ik het wel even hier ook nog een beetje belichten. Want hier is het echt gewoon totaal niet belicht, zo. Hier ook een beetje. Ik hoor wat lopen hier. Er loopt iets. Hallo? Is er iemand? Oh, het is een skeleton. Ik schrik me helemaal kapot van... Oh, ik schrik me echt kapot van jou. En de creeper, ik hoor het alweer, hoor. Dan gaan we niet naar binnen nu. Nou, ik ben helemaal tevreden. Nu kan ik ook vanaf hier een keertje gewoon leuk naar de boot kijken af en toe, weet je. En dan sluit het gewoon wat meer aan elkaar aan. Dit eiland voelde wel altijd heel los van de rest. Maar dat is puur door zo'n simpel bruggetje is dat helemaal opgelost. Ik heb trouwens nog een pot meegenomen om hier ergens neer te leggen. Dan leggen we hier gewoon zo... Leggen we daar een pot neer. Misschien kunnen we ook nog een leuk kanon een keer daar neerzetten. Maar ik denk dat ik daar weer in de volgende timelapse... ergens in de volgende afleveringen mee bezig ga. Maar een potje daar, dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Ik zou deze trapdoor zelfs open kunnen zetten... om het effect te geven dat er ook nog gaten... Oh, ja, dat is mooi. Ja, die trapdoors open geeft het al helemaal een effect... dat er gewoon echt de gaten in de brug zitten. Nou, effect, er zitten daadwerkelijk gaten in de brug. Maar goed, jongens, dit is alles waar ik vandaag helaas tijd voor heb. Ik heb heel veel werk natuurlijk moeten stoppen in die kraken... dat onder water te bouwen en weet ik voor wat allemaal. Ik dacht, ik wil nog een paar kleine dingetjes doen, zoals het bruggetje bouwen, een beetje klooien, een beetje mijn Nikkebeest ding laten zien. Even naar de winkelvallei geweest en zo. Maar goed, voor nu ga ik helaas de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Het is helemaal gratis. We zitten op de 324.000 abonnees. Het gaat veel te snel. Maar niet snel genoeg, dus abonneer als je... En ben je dan geabonneerd, jongens? Kijk dan zeker even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot de 4 flesje bier. Tot de volgende keer.